aangekomen bij Domburg en ik begin met training met Niels Driessen-Korenbloem van de bondscoach van de eventing, Marcella de Kan. Ik heb ze al een tijdje natuurlijk niet gezien, omdat nu het eventingseizoen is afgelopen. Dus heel fijn om weer even te trainen bij mijn crosscoach. En gaan we even wat springmatig dressuurwerk en dan ziet ze mijn paarden weer een keer. Want Legina en Korenbloem kent ze nog niet zo goed, omdat ja, die zijn natuurlijk nog nooit internationaal geweest. Dus die gaan we nu een beetje ja, kennis maken en dan gaan we zo eens een keertje trainen samen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Legina. En die waren echt heel leerzaam. Ik moest echt een hele andere manier van rijden komen. Dus ik zal jullie er straks meer over vertellen. Maar nu gaan we even met Coletto een ander ditje proberen. Want hij kan springen als een kanon. Maar in de rijerij moet het nog heel veel beter. Dus misschien dat met een ander bit daar ja, iets meer, iets fijner van wordt. Ja! Ja! Dit bit was ook niks, dus we hebben er al een paar gehad. En we gaan nu weer door naar een heel simpel bitje. Hopelijk dat dat weer helpt. Even wat proberen. Dat was echt briljant.
mee. Ik zoek mijn hand daar nog op. Perfect. Perfect. En ze is heel tevreden op de bit. Ja. Het is een heel ander weer zo. Dus ze zegt er niet meer tegen. Hè? Als je moeder krijgt in de lijn, nu gaat ze niet meer. Uitrusten. Nou, ik ben klaar. En toen en ik zijn net klaar met de training en ik zie dat mijn cap een beetje scheef staan. Maar het was echt hard werk hoor. Nee, we moeten nog een rondje uitstappen. Nee, Coletto. Kom op, Coletto. We moeten nog een rondje uitstappen. Maar in ieder geval, het was echt mega leerzaam. En het was echt hard werken. 3 paarden en constant je core gebruiken. Aanspannen, zitten. En Marcelle is streng, maar ze brengt me op zo'n goed niveau. En ik leer zo ontzettend veel. Dus ik vind het echt heel vet. En ik heb er zoveel geleerd. Kijk, ik ben heel snel met dingen oplossen. Maar mijn gevoel moet ik niet altijd uitzetten. En nu ben ik weer even hoe ik ook alweer mijn gevoel moest gebruiken. Dus dat is helemaal top. En weer een hele andere manier van rijden altijd hier zo. Maar ja, het is zo goed voor je ontwikkeling als ruiter en ik zie dat mijn paarden er zoveel beter van worden. Dit is echt, hier merk je echt wel dat trainen op topniveau is en hier gaan, ja, ze brengen je zo uit je comfortzone, maar daardoor word je zo goed, dus dat is wel heel gaaf. De training er helemaal op en Coletto deed het echt super goed, maar ook Corbin, maar ook Regina. Echt weer heel veel geleerd, dus dit is wel echt het mooie aan jonge paardenopleiding, dat je nu op het niveau bent, omdat je tegen een stapje hoger aan zit, dus dat is wel echt super leuk. En we gaan nu lekker even op stal zetten en ik zie Cora Bloemman kijken. Mijn lieve paardjes even op stal staan. Je vraagt ze misschien af waarom staan ze op stal. En wij gaan nu nog heel eventjes wat eten hier zo. En een beetje de planning doornemen voor de komende weken. Dus even een bespreking. En dan moeten hun eventjes lekker op stal wachten. Op deze gave mooie stallen. En dan gaan we daarna weer naar huis van Domburg naar Bergen op Zoom. We hebben zojuist een training gehad. We zien elkaar in het event. Dus je doet natuurlijk heel veel. Nu wat minder. Ja. Waar heb je nu een beetje aan gewerkt? Nou, wat de rode draad van het verhaal is eigenlijk dat alle 3 paarden nog meer vanuit been en hand wilden werken. En dat we nog erg bewuster zijn dat we van achter naar voren rijden, dat we verbinding krijgen, dat we die contacten opmaken. Dat we daar vanuit die paarden nog meer naar halslengte in dat eerste stuk van het losrijden eigenlijk van elkaar krijgen. En daar vanuit kunnen we dan weer de volgende stap maken. Maar ik denk dat dat voor alle 3 paarden vandaag het belangrijkste was. Ja. Want jij bracht me ook echt uit mijn comfortzone, ja. Ik ben natuurlijk iets meer van zo rijden, moest ik ook echt nooit naar. Ik kan echt op stuur springen, veel trainen en vanaf wanneer pakken we dan weer de kosten erbij op? Nou, ik vind het al, dit is al een ideale tijd. Paard heeft even rust gehad, hè. Ja, paard heeft ook al een seizoen even een klein beetje zo'n mooie rustperiode gehad. En dit is een periode waarin we nu echt wat nog weer een stukje door kunnen ontwikkelen, hè, wat we net ook al hebben gezegd. En nog meer aan de basis doorwerken, er is even geen wedstrijd, geen druk en noem maar op. En dan denk ik dat we moeten een beetje naar de weer kijken en niet te lang moeten wachten. Zodra we eigenlijk in januari, zeg maar, als de bodem of als het weer het toelaat, moeten we gewoon beginnen. Ja, ik ben wel heel benieuwd, want Regina en Coleman heb je al eens gezien voor een paar maanden geleden. Ja, wel echt geleden. Nu heb je ze weer gezien. Zie je verbetering? En, ja, zeker. En wat ik en allebei de paarden belangrijk vind, is dat ze nu veel rijkbaarder zijn. Ja. He, dus we hebben, toen ik ze in het seizoen heb gezien, in het crossseizoen vooral, waren we echt nog heel erg bezig met überhaupt de gehoorzaamheid. En de acceptatie dat jij daar was als ruiter die wat van hen vroeg. Ja. Dat pijn ben je voorbij. Daar heb je echt een stap in gemaakt. En dat is ook waarom we vandaag kunnen gaan werken aan een stuk basis. Ja. En nu kunnen we echt in de rijen gaan werken. We zijn niet alleen nog maar bezig met gewoon de gehoorzaamheid. Paarden, maar allebei paarden met veel karakter. Ja. Dus het moet eerst een stukje acceptatie zijn en dat is al nu. Dus dat heb je echt heel goed gedaan. Ja.
En wat ik het allerlaatste ook nog heel leuk vond in de training is dat je iets zegt over mijn koor. Want zoals mijn volgers ook weten, train ik natuurlijk 2 keer in de week. Maar dan is het wel leuk dat jij ook wel terugziet dat dat dan ook echt belangrijk is als ruiter, zeg maar. Onwijs belangrijk. Alles draait erom. Weet je, jij kan niet zo verfijnd paardrijden als wat je vandaag aan het doen bent geweest. Als jij niet onafhankelijk op je paard kan zitten en dan mensen ik tegen je zeg van joh, wees nog wat losser in je lijf, ontspan je schouders nog iets meer, blijf nog iets meer rond het paard, dan moet die core stability, dan moet je dat aan kunnen, op de juiste manier kunnen aanspannen, zodat je dus ook ja, dat uitgevoel wat ik van je vraag. Dat we goed bezig zijn. Ik denk het ook. Meer trainingen en meer lessen. Zeker weten. What it's like from the other side, would you stay another night? Inmiddels staan de paardjes weer op de vrachtwagen en zijn wij weer op weg naar huis. En als ik dan thuis kom, snel alle paardjes op stal, dikke dekens opdoen voor de winter. En dan snel slapen. En dan morgenochtend gaan we denk ik of aan school werken of nog even trainen. En dan naar de schaatsbaan, want ik heb met wat vriendinnen afgesproken. En dan gaan we lekker schaatsen. Woe! Eerste keer weer schaatsen in het jaar, daar heb ik echt zin in. En daarna nog Sinterklaas vieren bij opa en oma. Goedemorgen allemaal, ik heb vanochtend alle paardjes al getraind en ik heb zojuist mijn schaatsen van zolder weer afgehaald. En mijn skijas die doe ik weer aan, want ik ga zo met een vriendinnetje schaatsen. Helemaal leuk en er komen nog wat bekenden, dus dat wordt echt top. En dan ga ik een paardje schaatsen en dan snel naar huis, want dan gaan we bij opa en oma snapvanger Sinterklaas vieren. Dus dit is mijn outfit. Ik heb een blouseje aan. Sorry, geen idee waarvan die is. Ik heb een broek van Broekenplaplijst. De schoenen zijn van Nicky. En ik doe dit echt nooit fit check. Maar ik dacht, misschien vinden jullie dit een keer leuk. En ik ga nu lekker schaatsen. Bye. Wij zijn onze schaatsen aan het aandoen. Maar mevrouw Reumert. Dikke poten. Nou, lekker schaatsen. We zitten op het ijs! Eindelijk! Oh, we gaan tegen de richting in! Oh, shit! We gaan tegen de sexy uit nu, want ja, ik heb een regenjas aan, maar in ieder geval, ik heb net Sinterklaas bij opa en oma gehad en we gaan nu thuis gourmetten, dus dat is super leuk en ik ga jullie even iets laten zien wat we vanmiddag hebben gedaan. Slaap lekker paardjes, slaap lekker. We hebben de paardenstal versierd met kerstlichtjes. Hey, dat is leuke Wimper. Echt super leuk en een sneeuwpop staat er, dus we zijn helemaal in de Christmas stijl. En nu gaan we dus lekker gourmetten met opa en oma. En daar heb ik ook heel veel zin in. Een beetje familietijd. En morgen heb ik wedstrijd. De dressuurwedstrijd zijn het verder wel hele leuke dagen. Nee, hoor. De dressuurwedstrijd is ook leuk, maar zoals iedereen al weet is dat niet mijn favoriete onderdeel. Maar goed, als je beter wil worden en als je de top wil behalen, is dressuur verbeteren essentieel. Dus dat ga ik dan ook zeker proberen. En het schaatsen vandaag was weer heel leuk. Ik merk dat bij schaatsen, je komt het ijs op en je weet gewoon precies nog hoe dat moet. Dat verleer je gewoon niet. Dus daar word ik altijd heel blij van als ik het nog kan. En Pukkie die gaat al naar binnen. Ik zeg doei doei. En ik ga lekker eten met opa en oma. You better turn up. You better breathe it when I shake. Watch me working if I can't. Ik kan iets vertellen, maar ik kan er niet te veel over zeggen. Maar wat ik wel even zo kan vertellen is dat ik niet verwacht had dat ik op Sinterklaas cadeautjes zou krijgen. Ik zie daar dan toch de Piet met cadeautjes. Dus ik was helemaal flabbergasted. En kijk eens wat hij heeft geleverd. Zo gaaf. Dus ik ga ze snel openmaken, want ik kan niet wachten om te zien wat erin zit. Ik ga niet meer laten zien wat ik had gekregen van Sinterklaas. Dus ik heb hier zo de spullen gelegd. Ik had deze oorbellen. Eigenlijk hoort het hartje zo te zitten. Het hartje hoort zo te zitten. Die vind ik echt super leuk. Nou, zoals je ziet, dit klemmetje. Deze gouden nagellak. Deze oorbellen zijn nieuw. En ook die vind ik echt super, super mooi. Dit waren de sieraden die ik heb gekregen. En daarnaast heb ik ook nog een shirtje van Nicky gekregen. Dus echt super, super blij met mijn cadeautjes. Oh ja, en nog dit klemmetje. Hallo.
Hallo allemaal, goedemorgen. Ik ben weer wakker en de paardjes staan al geladen op de vrachtwagen. Want we vertrekken nu naar dressuurwedstrijd. We zijn aangekomen en helemaal in dressuurstijl. Cool hè, ik ben nog steeds zo blij met mijn dressuurcap. En Legina is mooi in frontriem. Die verkoop ik ook in de webshop, dus dat is helemaal leuk. En wij gaan nu dressuren. From a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist, there's so many they'll never get out. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run till the end and we run without shame. Van de dressuurwedstrijd. Het was heel leerzaam en ik hoop dat jullie het ook leuk vonden dat ik toch wat stukjes in de vlog heb laten zien. Ik heb ervoor gekozen om bij Marcelles training niet te veel muziek te doen, zodat je echt ook de feedback hoorde. En bij de dressuur heb ik gewoon wat korte stukjes laten zien en ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was vooral een beetje een video om echt een beetje een kijkje te krijgen hoe Korenbloem en Legina ervoor staan en wat ik de afgelopen tijd een beetje heb getraind en waar ik heel hard mee bezig ben om ze op te leiden naar het eventing. Ja, naar het internationale niveau. Dat is toch stiekem wel een beetje het doel. Als je het een leuke vlog vond om naar te kijken, vergeet niet te abonneren. Geef een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!